Biografie van een stad. Dat is eigenlijk de idee. Ik heb daar dan wel de onderdeel stad van handel bij gegeven. Omdat eigenlijk als je kijkt naar wat is de motor geweest van alles wat Antwerpen gemaakt heeft tot wat het vandaag is, dat is handel. Fred van der Poorten, een doorgewinterde gids die al jarenlang toeristen, geïnteresseerden en jongeren door Antwerpen leidt, heeft zijn uitgebreide kennis en verhalen nu gebundeld in een boek, Antwerpen, stad van handel. Aan boeken over Antwerpen is er helemaal geen gebrek. En dan is de vraag, kan ik iets schrijven over Antwerpen op een manier die misschien nieuw is? En toen dacht ik aan die gedenksteen die hier achter mij in de straat is aangebracht, dat Thomas More in 1515 Antwerpen bezoekt en hier dat fameuze boek Utopia laat beginnen. Heb ik mij ook gevraagd, ja, hoe zag Antwerpen eruit in 1515? Hij komt uit de kerk. Hoe zag die kerk eruit? Want die was nog niet af. Dat heeft hij gezien wat wij vandaag nog kunnen zien en wat wij vandaag misschien niet meer kunnen zien. Op die manier heb ik eigenlijk een manier gevonden om heel die gouden eeuw op te hangen aan die ene figuur Thomas More. En dan was de vraag, ja, kan ik iets gelijkaardigs doen ook voor andere eeuwen? En dan voor de 17e eeuw was mijn uitgangspunt het schilderij, de kunstkamer van Cornelis van der Geest. Cornelis van der Geest was een specerijenhandelaar, maar een rijke specerijenhandelaar, die ook heel goede connecties had, want op dat moment komen de aartshertogen bij hem op bezoek. Dus dankzij Cornelis van der Geest hebben wij hier in Antwerpen het eerste monument voor een belangrijke figuur uit Antwerpen. In 5 meeslepende hoofdstukken onthult Van der Poorten de mensen en historische gebeurtenissen die van Antwerpen een van Europa's belangrijkste havens en handelscentra hebben gemaakt. Natiebaas koopt toren. Ja, iedereen weet uiteraard over wie het dan gaat. Er zijn mensen die een beetje meewarig doen over die natiebaas, meneer Huts. Maar uiteindelijk doet hij het toch maar. Hij verzamelt heel wat kunstwerken die hij ook aan iedereen, aan de gemeenschap, wil laten zien en die hij wil tonen. En op die manier treedt hij eigenlijk ook in de voetsporen van mensen die hem vooraf zijn gegaan, zoals Maier van den Berg of zoals Florent van Erdborn, die een enorme collectie Vlaamse primitief aan het Museum voor Schone Kunsten geeft. Dit boek is een must-read voor iedereen die meer wil weten over de rijke geschiedenis van Antwerpen. Fred van der Poorten brengt de stad tot leven met zijn verhalen en anekdotes en biedt een diepgaand inzicht in wat Antwerpen zo bijzonder maakt. Ik hoop dat vooral de mensen er veel deugd aan hebben om het te lezen. Ik heb geprobeerd ook om het op een vertelmatige manier te schrijven zoals ik mensen rondleid. Mensen die Antwerpen kennen, gaan verrast zijn. Zeggen, oh, ik ben daar al zo dikwijls voorbij gelopen, moet ik daar gaan naar kijken. Hè? Hier op het einde, achteraan in het boek, staat trouwens ook een plannetje met verschillende plekken die in het boek aan bod komen. Er staan ook een aantal zaken in die nieuw zijn. Ik heb bijvoorbeeld een verhaal ontdekt van een Antwerpenaar die 28 jaar lang slaaf is geweest in Noord-Afrika, in Algiers. Dat heb ik nog in geen enkel boek over Antwerpen gelezen, maar dat helaas staat hier wel in. Het boek is uitgegeven bij Borgerhoff en Lambrechts en is nu overal verkrijgbaar.